Het iconische typetje Harry Vermeulen zal vanaf het komende theaterseizoen een nieuwe vertolker krijgen. Jon van Eert heeft besloten het stokje door te geven aan Joey Schalker, zo heeft het productiebedrijf Pretpakhuis aangekondigd. Schalker zal voor het eerst in de huid van Vermeulen kruipen tijdens de voorstelling Rits Te Ver 2.0. Deze voorstelling belooft een spetterende nieuwe versie te worden, waarin ook bekende namen als Marjolein Tauw, Margot Dames, Ari Kupe en Dick Cohen een rol zullen vertolken. Jon van Eert. Die de rol van Harry Vermeulen met verve heeft vertolkt, is enthousiast over de keuze voor Joey Schalker. Hij prijst Schalker om zijn aanstekelijke en dolkomische talent, dat hij de afgelopen jaren bij het pretpakhuis heeft laten zien. Van Eert is ervan overtuigd dat Schalker de stijl en ziel van het nieuwe genre perfect zal weten te vatten. Hij heeft het volste vertrouwen dat Schalker deze rol fantastisch zal vervullen. Het nieuws over de overdracht van de rol komt niet geheel onverwacht. Van Eert had al in het najaar van 2022 aangekondigd dat hij na 15 voorstellingen afscheid zou nemen van zijn alter ego. Het moment waarop een nieuwe acteur in de schoenen van Harry Vermeulen stapt, markeert dus een bijzonder en nieuw hoofdstuk voor het karakter in het theaterlandschap.